welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een What I Eat in a Day video. Zo'n video heb ik al heel lang geleden gemaakt, echt 1 of 2 jaar geleden. En vandaag gaat het natuurlijk ook weer over mijn afvalproces. Voor de mensen die het niet weten, ik ben 2 jaar geleden 20 kilo afgevallen met alleen maar diëten. Ik sport niet, ik haat sporten. Ik hoop dat dat op een dag gaat veranderen, maar tot nu toe, sporten is niet mijn ding. Maar ik wilde wel graag afvallen, wat dus inhield dat ik moest gaan diëten. Toen heb ik ook nog 2 afvalvideo's gemaakt destijds over hoe ik ben afgevallen en ook een What I Eat in a Day, wat ik dus destijds at. Die video's staan online op mijn kanaal, mocht je die willen zien, je kunt ze gewoon nog zien. Nou, vooruitspoelend 2 jaar later ben ik weer op dieet. Ik woog op mijn slangst 65 kilo. Dat was ik dus toen afgevallen. En nu was ik in 2 jaar weer wat aangekomen en ik woog 77 kilo. Dat is hoeveel meer? Ik kan niet rekenen. 7 plus 5... 12 kilo erbij. Ik dacht, ik ga het niet meer zo ver laten komen als toen. Want toen woog ik op mijn zwaarste bijna 90 kilo. Dus ik dacht, ik ga weer diëten en weer terug naar 65. Hiermee ben ik een maandje geleden begonnen. Toevallig heb ik mij vanochtend gewogen en ik weeg nu 69,9. Dus nog wat kilootjes te gaan. En heel veel mensen vroegen mij hoe ik het dus nu aanpak. Dus ik dacht, ik ga weer een What I Eat in a Day video maken voor jullie. Om te laten zien wat ik nou allemaal eet. Qua afvalproces is het nog wel gewoon identiek aan mijn andere dieetvideo's. Dus die wil ik niet weer opnieuw maken, want dan herhaal ik mij gewoon weer. Maar qua wat ik eet is er wel het een en ander veranderd. Voor de mensen die echt helemaal niks weten van mijn afvalproces. Ik zit altijd op een calorieëndieet. Disclaimer, ik ben geen professional of zo. Dit is gewoon de manier die werkte voor mij. En ik vertel jullie gewoon wat werkte voor mij. Maar ik ben dus geen professional of wat dan ook. Ik deed een calorieëndieet wat inhield dat ik niet veel calorieën eet per dag. Ik gebruik hiervoor ook een app. Ik zal jullie die app laten zien. Die heet MyFitnessPal. Kunnen jullie het zien? Ja, deze blauwe app hier, MyFitnessPal. Maar ik zal het ook in de beschrijving zetten. Daarin moet je invoeren hoeveel je zou willen afvallen en hoeveel je beweegt op een dag. Want dat is ook heel belangrijk. Ik heb het gezet op het hoogste 1 kilo per week en op 0 beweging. Ik beweeg echt 0. Ook qua mijn werk is gewoon letterlijk YouTube is mijn hele werk. Dus ik zit de hele dag. Of ik zit video's te maken, of ik zit te editen, of ik lig in bed, zit op de bank, zit in de auto. Dus mijn beweging per dag is eigenlijk echt minimaal. Afhankelijk van hoeveel jij beweegt, mag je ook wat meer eten. Als jij bijvoorbeeld in een winkel werkt, waarbij je gewoon 8 uur lang van hot naar her rent, dan moet je natuurlijk meer eten. Ik heb het gewoon gezet op het laagste. En dat houdt in dat ik maar 1200 calorieën per dag mag eten. Ik heb dat gedaan in het begin. Ik viel er niet mee af. Dus ik moest nog minder gaan eten. Ik weet dat dit een beetje... Dat mensen nu iets gaan hebben van, Sarah, dat is niet gezond als je nog minder eet. Toch is het gewoon zo, want ik viel gewoon niet af met 1200. Dus ik heb het verlaagd naar 800 calorieën per dag. Dat valt officieel onder een crash dieet. Maar omdat ik zo extreem weinig beweeg, moet ik wel. Want ja, ik val anders gewoon echt niet af. En geloof me, ik zou dolgraag meer willen eten. Dus ja, daar wilde ik gewoon wel heel open over zijn. Want ik wil hier niet gaan liegen en doen alsof ik meer eet dan dat ik eet. Want ik heb het echt geprobeerd, maar met 1200 viel ik gewoon niet af. Ik heb ook toen opgezocht hoeveel je afvalt als je niet beweegt. Stel voor dat je gewoon 24 uur in bed ligt of slaapt. Dat je letterlijk in bed ligt, dan val je dus 1500 calorieën af. Om 1 kilo af te vallen per week moet je 700 calorieën minder eten. 1500 min 700 is 800. En dat klopt ook gewoon echt. Met 800 val ik 1 per week af. Oké, jongens, dit is even heel veel informatie. Maar ik moest dit gewoon hebben verteld om voor jullie te begrijpen wat ik doe. Ik moet zeggen, het is op zich wel goed te doen. De eerste 2 weken is altijd echt een strijd. Het is echt een heftige mentale strijd. Jouw hele systeem raakt op hol. Je gaat de hele dag aan eten denken. Maar het wordt echt makkelijker. Dus strijd door. Het is maximaal 2 weken. Ga gewoon verder. Houd het vol. En het gaat lukken. En nogmaals, als je meer beweegt, zet het dan in die app. Want dan mag je ook gewoon echt meer eten. En kijk dan gewoon wat het beste is voor jou. Maar dit, wat ik doe, is gewoon het beste voor mij. Dus maximaal 800 calorieën. En qua vetten, koolhydraten, et cetera, staat ook in de app hoeveel je mag. Dus waar je gewoon onder moet blijven, zeg maar. Ik zal jullie even laten zien hoe het er dan uitziet. En dan heb je zo ontbijt, middag, avondeten. Oh,
snacks, et cetera. En dat moet je gewoon allemaal invoeren. En dan gewoon ja, onder jouw calorieën, et cetera, blijven wat jij mag. Wat ik ook nog eens extra doe, is intermittent fasting. Is nou echt super populair ineens. Ik deed dit al voor de hype. Maar dat houdt in dat je een bepaalde periode gewoon vast. Dus niet eet. Je hebt verschillende. Ik doe de makkelijkste. En dat is van 8 uur 's avonds tot de volgende dag 12 uur niet eten. Dus je slaat ontbijt over. En dat helpt echt extreem met je afvalproces. Dus ik ontbijt niet, ik lunch alleen maar. Ik begin dus met lunch, avondeten en wat snacks en that's it. Meer eet ik niet. Het is nu 10 voor 1, dus ik mag mijn lunch eten. Wat eet ik qua lunch? Ik ga jullie gewoon vandaag alles laten zien wat ik dus gewoon eet op een dag. Ik eet dus lunch en avondeten. Ik snack eigenlijk niet heel veel, maar zo nu en dan wel. En ik wil jullie ook gewoon laten zien wat je kunt eten als snack. Oh, en water. Qua drank drinken, je drinkt gewoon niks meer behalve water. En als je toch iets zoets wilt drinken, wat ik altijd echt wel wil, Cola Zero. Dat is iets wat ik altijd heb gedronken in elk dieetproces dat ik heb gehad. Dus ik drink 1 liter water per dag. Je moet 2 drinken, maar ik haat water, dus whatever. Drink verder niks. Geen alcohol, geen fris, helemaal geen frisdrank, geen sapjes, geen juices. Want daar zit echt veel suiker in, meer dan je denkt. Dus hou het gewoon bij water. En als je echt wilt, Cola Zero. Dus dat is ook top. Oké, nou ga ik dus lunchen. Iets wat is veranderd met mijn vorige afvalperiode en nu, is dat ik qua lunch wat andere dingen eet. Toen at ik heel vaak vla. Ik breng even die vla in beeld. Die is echt ideaal, want je mag gewoon die hele pot eten. Als lunch en dan zit je op iets van 200 calorieën. Qua lunch hou ik het altijd op maximaal 250 calorieën. Dus between 200 en 250. Ik hou altijd van crackers met kaas, dieetkaas, kaas light, smeerkaas, kipfilet, whatever. Dat vind ik altijd lekker als lunch. En als ik haast heb of niet per se heel veel honger heb, wat af en toe zelfs echt gebeurt, dan neem ik ook gewoon een maaltijdshake van de Kruidvat. Je hebt honderden verschillende maaltijdshakes die van de Kruidvat heeft er vergeleken met de andere best wel wat suiker. Maar het is nog oké. En ik vind het gewoon echt lekker. Dus die drinken altijd. Dus ik ga jullie eventjes laten zien wat ik nu ga eten voor lunch. Nou gaan we even naar mijn slaapkamer. Dit is mijn moeders slaapkamer. Oké, dit is mijn lunchla. Dit eet ik niet als lunch. Dit heb ik vaak als snack. Maar qua lunch, deze heb ik net ontdekt. Deze crackers zijn echt heerlijk. Als je houdt van zout en lekkere zoutige smaak, dan vind je deze echt heerlijk. Ik heb ook deze. Deze eet ik iets minder, maar deze vullen. Ik heb het gevoel dat ik meer ben gevuld wanneer ik deze eet. En qua de laagste calorieën zijn deze het beste. Deze at ik 2 jaar terug ook. Deze zijn echt ideaal. Dus dit zijn eigenlijk de 3 crackers die ik eet. De minste calorieën heeft deze, dan deze en deze heeft de meeste. Maar ja, het scheelt allemaal niet echt heel veel. Dus deze 3 vind ik het lekkerst en dan vooral deze 2. Ik ga ook denk ik vandaag gewoon weer deze eten, want deze is echt mijn fave. En hier eet ik er 4 van. Van deze ook 4, of van die 2 en dan vaak met een banaan of iets gewoon erbij. En dit zijn de maaltijdshakes die ik drink. Deze van chocola van de Kruidvat en vanille. Ik moet zeggen, vanille drink ik niet heel vaak. Ik ben echt pro chocola. I love it. En deze mix ik dan met magere melk. En dan heb je gewoon echt een hele lekkere shake. Iedereen die houdt van shakes, smoothies, milkshakes, etc. gaat dit ideaal voor zijn. Slechts 205 calorieën en je bent gewoon snel klaar. Deze doe ik altijd wanneer ik weg moet of haast heb. Of ja, gewoon niet echt heel veel honger heb. Oké, nu ga ik dus 4 van deze crackers eten. En dit is het beleg die ik het meeste gebruik. Deze kaas is echt ideaal. Ik eet altijd 1 plakje ervan. Echt een stuk minder kalo's, vetten, et cetera dan normale. Je moet dus wel echt light life nemen. Ik hou van kaas, dus deze is ideaal. Ik heb hier ook smeerkaas, balans 15+. Die is ook heel lekker. Ik doe vaak 2 crackers met 1 kaas en dan 2 met deze. En hier heb ik ook nog hoedenkassen, of hoe je het ook uitspreekt. Dit is de meest gezonde kaas die er bestaat. Niet iedereen gaat hem lekker vinden. Het is een hele specifieke smaak. Maar ja, ik vind hem gewoon wel echt heel lekker. Dus ja, dit is dan meestal wat ik eet. Oh, en kipfilet plakjes. Maar die zijn nu op, maar die eet ik ook vaak. Nou, ik heb dus nu dit. 2 crackers met kaas. Dit is gewoon 1 plakje kaas door de helft en wat smeerkaas. Dit is dan mijn lunch voor nu. Ik ben een beetje lui, dus ik hou altijd gewoon van makkelijk en snel. Maar wat ook lekker is, is om er komkommer op te doen. Of een beetje sla, tomaatjes. Met ei is het ook lekker, zo'n cracker met ei. Je kunt echt van alles doen. Maar ik hou gewoon altijd van snel en makkelijk. Dus dit was het dan qua lunch. Ik eet ook vaak soepjes qua lunch. Ik breng ze in beeld. Deze soep
soepjes hebben ook niet veel calorieën en zijn heerlijk. Dus ja, je kunt van alles doen. Je moet gewoon een beetje opletten met de calorieën, vetten, suikers, etc. Oké, nou dit is het dan voor lunch. Ik kom straks bij jullie terug voor avondeten en ook snacks en zo. Dus ja, ik zie jullie straks weer. Daar ben ik weer. Het is nu 3:30. Ik heb altijd 2 snackmomenten, tenminste als ik snack. En dat is om 3:00 in de middag. Dan heb ik even een break van lunch tot avondeten. En ook na avondeten, dus tot aan 8:00. In de avond krijg ik en de meeste mensen denk ik ook wel zin in een snack. Allebei de momenten zijn een beetje anders. Want een 3:00 middag snack, dan eet ik vaak iets van fruit. Een fruitsnackje of een groentesnackje. En in de na 6:00 snack eet ik vaak iets zoets van een gezondere snoepvervanger iets of zo. Nou is het 3:30. Ik ga vandaag mijn 3:00 snack overslaan, want het is al 3:30. En om 4:00 ga ik al boodschappen doen voor avondeten. Dus ik sla vandaag een snackje over. Maar ik wilde jullie toch alsnog laten zien wat ik anders normaal nu had gegeten. Ik heb het hier liggen. Een van de dingen die ik echt lekker vind zijn gewoon worteltjes. Ik hou van worteltjes. Ik heb hier al een halve zak op, want ze vullen best wel goed. Groente vult super goed. Dus als je op zoek bent naar iets wat je echt goed en lang vult. Groente is echt de oplossing. En dit vind ik ook lekker. Gewoon een appel en dan met pindakaas. En ik heb een pindakaas light. Is allemaal wel iets meer calorieën, maar het is echt super lekker. Ik ben niet eens per se echt een fan van pindakaas, maar ik vind dit echt lekker. Dus ik eet altijd gewoon iets van fruit, appel, banaan, frambozen, wat dan ook. Of juist komkommer of paprika of whatever. Oh ja, by the way, de water die ik drink is deze van Spa, de Raspberry Apple. Want die geeft zo'n hele zoete geur. En dan is het gewoon alsof je iets zoets drinkt. Dus als jij net als mij niet houdt van water. Ik lust echt geen water. Ik vind het vreselijk. Dan is dit een heel goed alternatief. Want dit is tot nu toe de lekkerste water die ik heb geprobeerd. Ik hou er alsnog niet van. Want ja, het blijft gewoon water. Maar deze is echt wel gewoon te doen. Dus deze drink ik 1 per dag. Nou, dat was het dan voor nu qua snackjes. Ik ga dus over 3:30 boodschappen doen met mijn zus. Die komt hier eten. Zij is ook op dieet. Dus vaak komt ze dan hier mee eten als ik kook. Ik ga weer gezond avondeten maken en ik ga het jullie zo meteen laten zien. Oké, jongens, niet echt de beste belichting hier, maar whatever. Het is nou 3:55, dus ik ga zo vertrekken voor boodschappen doen. Ik ga jullie even vertellen hoe ik altijd besluit wat ik ga koken. Super makkelijk. Ik ben echt een persoon die makkelijk en snel wil. Ik wil alles makkelijk en snel. Ik heb geen zin om 100 jaar op zoek te moeten gaan naar iets. Dus wanneer ik kook, ik ga altijd boodschappen doen bij de Albert Heijn. En de Albert Heijn app heeft een heleboel recepten. Dus ik zoek altijd gewoon op wat weinig calorieën heeft. En met weinig bedoel ik echt maximaal 500. En dan sla ik ze op bij favorieten. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. Kunnen jullie dit zien? Hier zijn diner en snacks. En dan is dit diner. Tot nu toe heb ik 12 recepten. Ik heb ze ook al bijna allemaal al gemaakt. Behalve eentje. En ik vind het altijd wel leuk om heel tijd weer iets anders te maken. Want dat is dan weer ja, een nieuw gerecht. Bijna alles hier heb ik al gemaakt. Behalve deze. Dus deze wil ik vandaag gaan maken. Je kunt hier zien calorieën, hoe lang het duurt, etc. En dan gewoon wat je moet halen en hoe je het moet maken en zo. Dus dit is het gerecht dat ik nu wil maken. Het heeft maar 465 calorieën. Dus hier ga ik boodschappen voor doen en dan maken voor ons. Voor 4 personen. Ik, mijn zus, mijn zusje en mijn moeder. Dus wij gaan allemaal dit eten vandaag. Een paar handige tips om je avondeten zo caloriearm te houden als kan, is heel veel dingen vervangen. Bijvoorbeeld als er melk in moet, doe je magere melk in plaats halfvolle of volle melk. Als je rijst moet hebben, doe je in plaats normale rijst bloemkoolrijst. Klinkt heel vies, maar is echt super lekker en heeft echt amper koolhydraten en calorieën, et cetera. Als je spaghetti wilt maken, haal dan in plaats spaghetti, courgette spaghetti, ook echt super lekker. Plus ik kook niet met olie. Ik kook alleen maar met water en ja, dat kan. Je kunt prima met water koken. Echter is het wel lekkerder als je olie of boter gebruikt. Maar ja, gelukkig hoef je ook niet tot het einde van je leven op dieet. Het is maar eventjes. Dus doe gewoon voor dan eventjes gewoon met water koken. Even denken, heb ik nog meer tips? Ja, ook qua vlees. Let altijd op het vlees. Alles mager, alles light. Gewoon alles wat je mager hebt of light.
wat het ook is, haal die versie. En ook qua vlees, het gezondste is kip, het ongezondste is ham. Dus dan weet je dat. Dus als je het een beetje houdt bij rund en kip, ja, ben je altijd wel goed. En kleine porties. Ik at altijd echt super grote porties, dus die eet ik nou ook wat minder. Dus ja, op die manier kan ik het allemaal gewoon lekker gezond houden en toch wel gewoon wat eten. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus ja, ik ga nu naar de Albert Heijn. Met z'n allen boodschappen doen. Vandaag vlog ik gewoon met mijn echte officiële vlog dingen. Soja auto. Wat kan ik eraan doen dat het hier heet is? Wow, het is gewoon 29 graden gek. Ik wist dat niet eens. Het is klaar. Moeke, vind je het lekker? Dus zeg ja. Ja. Wat heb ik nog gevonden? Susu ook eten. Zullen ze ook mee eten? Ja. Daar ben ik weer. Het is nu 6:20. Jullie hebben dus net mijn avondeten gezien. Dat was echt super duper gezond. En als snackje erna heb ik dus een cakeje op en een ijsje. Ik breng ze allebei hier in beeld. Allebei heel weinig calorieën en gezonde versie van andere snacks. Nou komt dus het laatste en dat zijn mijn snoep snacks. Mijn snoep, chips, popcorn, etc. Alternatieven. Wanneer heb je? Ik heb echt een zoete kou. Ik hou van zoet. Ik hou van snoep, gebak, chips, al die dingen. Dus elke keer wanneer ik op dieet ging, was een van mijn grootste struggles was dat ik echt struggelde met het geen snoep eten en chips, etc. Want ook al was ik vol, ook al had ik gewoon genoeg op, mijn lichaam smachtte gewoon naar, ja, dat allemaal. Dus ik ben op zoek gegaan naar vervangers van echt gewoon snoep, cake, chocola, al die dingen. En die heb ik gevonden. Die zijn allemaal alsnog wel nog wat hoger in calorieën dan gewoon fruit en zo. Maar het helpt echt extreem goed met die cravings. Dus iedereen die dit ook heeft, ik ga jullie een paar alternatieven laten zien. Oké, hier is dus mijn snackmand. Ik ga het gewoon allemaal laten zien. Deze popcorn van Proper is gewoon te halen bij de Appie. Ik haal die altijd in sweet, die ik nou vast heb, maar ook zout. Maar die is op. Deze popcorn heeft heel weinig calorieën en echt een goed alternatief voor normale. Ook wanneer ik naar de film ga, neem ik altijd gewoon één zo'n zak mee. Een van de beste merken om snacks mee te vervangen is dit merk, Cereal. Deze is ook te koop bij de Appie, bij de Appie XL, maar ze hebben daar niet alles. Deze heb ik online gehaald bij dieetwebshop.com of .nl, 1 of 2. Dat is echt zo'n goede webshop. Daar heb je allemaal gezonde shit. Dus dit is gezonde cakeje. Zonder suikers en dat is wat we willen hebben. Van hun haal ik ook altijd deze koekjes. Deze zijn echt heerlijk. Even kijken. Ook deze. Ook van dit merk. Echt fantastisch. Hier heb ik nog van Proper ook hun chips. Echt ideaal. Deze heeft slechts 400 calorieën. De hele zak. Een normale chipszak heeft er 800. Dus letterlijk de helft van normale chips. En alsnog lekker. Hier heb ik nog wat chocola. Deze is ook echt super lekker. Deze is ook te halen bij Dieet Webshop. Goed alternatief als je houdt van chocola. Dan heb ik hier ook nog voor de drop liefhebber suikervrije drop. Deze haal ik altijd gewoon ook bij de Appie. Hier heb ik nog meer cake. Ook van dat ene merk. Echt heerlijk. Alles valt eruit. Maar oké. Even kijken. Deze zijn ook echt heel lekker. Ook gewoon te halen bij de Appie. Ook echt super lekker. Slechts 65 calo's per cake. Ik denk dat ik die nog ga eten zo. Want ik ga zo meteen in bed en dan kan ik iets snacken. Ja, en dit eet ik gewoon vaak als lunch ook erbij. Nou, ik hoop dat jullie daar ook weer iets aan hebben gehad. Ga dus zeker naar dieetwebshop.nl of .com. Ik weet het niet meer. Ik zet het ook beneden in de beschrijving. Daar hebben ze zoveel alternatieven voor ongezonde shit. Ze hebben daar ook gewoon brood, koolhydraatvrij brood, etc. Dus pak gewoon wat ja, jij lekker vindt. Ik vind dus dit allemaal echt heerlijk. Ik hou van chocola en cake, dus die heb ik gezocht. Je mag er niet te veel van. Ik eet er echt eentje zo per dag of zo, maar voor de rest is het echt heerlijk. En ijs. Waterijsjes zijn echt gewoon echt top voor dieet als je snackt naar ijs. Dus bijna voor alles is er wel gewoon een alternatief. En dat is echt top. Dus ja, ik hoop dat ik jullie weer heb geholpen met deze video. Ik ga nou vandaag niks meer eten. Dit was het gewoon. En ik zit nu ook op 800 calorieën. Dus ja, ik zet alles in de beschrijving. En ja, let me know als je nog meer van dit soort video's wil. Of als je nog vragen hebt of whatever. Ik help
iedereen echt heel graag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!